open de vergadering. Aan de orde is vervolg van het debat over de toespraak van de Oekraïense president Zelensky. Het kabinet heeft net een brief gestuurd waarin ze aangeven dat er vanavond een verzamelbrief in zaken de stand van zaken, sancties en handhaving ontvangt. De heer Klaver. Voorzitter, met een aantal collega's net ook even overlegd. Dus mede met collega's van de SP en de Partij van de Arbeid en D66, VVD, CDA. En mede namens hen zou ik het volgende willen voorstellen. Dat we het debat oppakken nu met de minister van Defensie. Dat zij de kans krijgt om de vragen die aan haar zijn gesteld af te ronden. Dat we het kabinet vragen de aangekondigde brief voor 6 uur vanavond hier bij de Kamer te hebben. Zodat we vanavond het debat kunnen vervolgen met de minister van Buitenlandse Zaken. En dat hij dan ook het resterende deel van de beantwoording dan doet. Dank u wel. Er is een meerderheid voor dit verzoek. Dus dat gaan we op die manier dan doen. Dus dat betekent dat we nu een chantier hebben, dat we nu starten met de minister van Defensie. De minister hoor ik zeggen. Misschien kunt u het in de microfoon zeggen. Ik geef u het woord. Nou, voorzitter, we hebben aangegeven dat we die brief vanavond hier zullen laten komen. Ik heb net een aantal van de collega's uit het kabinet gesproken. Daarvan heb ik gevraagd om uiterlijk om 6 uur die informatie ook bij ons aan te leveren. En dat betekent dat we daarna zeker nog 1,5 uur nodig zullen hebben om dat te integreren. Dus die brief die zal er niet voor 8 uur zal die hier zijn. Dat kan ik ook niet nu nog veranderen. Het heeft veel tijd gekost om iedereen te pakken te krijgen. Ja. En ik ga daarin schetsen veel van de zaken die zijn langsgekomen. Maar ik wil ook realistisch zijn over wat er de komende paar uur nog moet. Dat lukt gewoon niet in de komende 3 uur. Wat ik dan voorstel is, we starten nu zoals ook voorgesteld is door de meerderheid van de Kamer met het deel van de minister van Defensie. Dan gaan we daarna verder, of dan starten we het debat over de evacuatie in Afghanistan. Vervolgens komen de antwoorden binnen en dan pakken we dat debat op dat moment dat de antwoorden zijn. En dat zal dus circa 8 uur zijn. Ja, volgens mij hebben we dan een meerderheid om dit zo te doen. Voorzitter, dan neem ik aan dat de schriftelijke vragen dan beantwoord zijn die ik vorige week gesteld heb over dit onderwerp. Volgens mij had u dat gezegd en volgens mij zit dat in het informatieverzoek aan het kabinet. Dat zullen we proberen. Ja, dank u wel. Het kabinet doet wat ze ook kunnen qua informatievoorziening, maar het signaal vanuit de Kamer is helder. Dan wil ik de minister van Buitenlandse Zaken danken, maar ik geef dan nu het woord aan de minister van Defensie om de vragen te beantwoorden die aan haar zijn gesteld. Wat je handen. Ja. Voorzitter, dank. En mag ik misschien even, zodat wij het aan onze kant ook even goed begrijpen, de orde der dingen. Er waren natuurlijk ook nog moties op het terrein van de minister van Buitenlandse Zaken. Is dan de verwachting van de Kamer dat die moties dan pas aan de orde komen? Dat is inderdaad correct. Nee, want anders zou ik dat doen, maar dat doen we het zo. Dat is helemaal duidelijk. Mooi. Voorzitter. Ik wil graag even terug naar vanochtend en de toespraak van president Zelensky, waar we natuurlijk allemaal met heel veel respect en buitengewoon veel waardering naar hebben geluisterd. Ik denk dat wij allemaal gevoeld hebben dat de president eigenlijk met zijn vastberadenheid symbool staat voor de strijd die de Oekraïners op dit moment voeren. Dat president Zelensky als mens ook een beetje de belichaming is geworden van de Oekraïnse moed die we zien. En dat hij zijn landgenoten inspireert om de strijd te blijven aangaan en om te voorkomen dat de agressie veroorzaakt door Poetin zijn doel bereikt. Hij benoemde iets wat denk ik bij ons allemaal aankwam. Hij zei: de oorlog is 36 dagen bezig. En als we niet oppassen, dan zijn de bombardementen nu routine aan het worden. Oorlog mag nooit wennen. Ik denk dat dat is wat we allemaal ons hebben gerealiseerd vanochtend. Het Nederlands kabinet, minister-president, heeft natuurlijk veel contact met president Zelensky, wij met onze collega's, of met andere mensen uit Oekraïne. En dat is ontzettend belangrijk. We geven daarmee steeds het signaal af dat we Oekraïne niet in de steek laten. Dat ze op onze steun kunnen blijven rekenen. En dat we ook naar hen luisteren om precies te begrijpen wat ze nodig hebben, waar we hen bij kunnen helpen. Voorzitter, ik wil ook u bedanken dat de delegatie van het kabinet hier vandaag aanwezig mocht zijn. En dat het goed is om dit debat te hebben, om te herhalen wat we doen. En wat we doen is maximale druk op Rusland, maximale steun aan Oekraïne. En natuurlijk vanuit de NAVO doen wat nodig is om de veiligheid van de bondgenoten te kunnen garanderen.
Voorzitter, ik begin met de situatie in Oekraïne. Hoe ontwikkelt de oorlog zich eigenlijk? De vragen die daarover zijn gesteld. Een situatie die natuurlijk constant in ontwikkeling is. En waar we wel een aantal dingen kunnen vaststellen. Zoals het feit dat Kiev, natuurlijk ongelooflijk belangrijk, de hoofdstad van Oekraïne, gewoon onder controle is van Oekraïne. Dat we zien dat Russische eenheden verliezen lijden en dat tempo van het grondoffensief is afgenomen. Dat je eigenlijk wat statische fronten zo langzamerhand ziet. We zien ook dat sporadisch, zowel Russische als Oekraïnse strijdkrachten, terreinwinst boeken. De een of de andere kant op die statische plekken. Maar het is, ja, grosso modo is die kaart niet heel erg aan het veranderen. En we hebben dus de claim van een Russische generaal, generaal Rutskoy. Dat was vorige week vrijdag uit mijn hoofd. Hij zei, ja, de eerste fase van de oorlog is succesvol verlopen. En is eigenlijk ook afgerond. Hij zei dat Rusland erin geslaagd is om de slagkracht van de Oekraïnse strijdkrachten significant te reduceren. Nou, dat is op zijn minst een onvolledig beeld dat daar geschetst is van Russische zijde. De focus van de Russische strijdkrachten die lijkt de afgelopen dagen wel verschoven naar de Donbass. Maar het is nog niet mogelijk voor ons om te constateren dat de Russische krijgsmacht de activiteiten rondom Kiev, rondom Chernihiv, ook daadwerkelijk heeft verminderd. En dat was wel de toezegging van de Russische onderhandelingen in Istanbul. Dat was wel de aankondiging die door Rusland is gedaan. En ik ben dus sceptisch daarover. Ik zou veel liever zeggen dat het een mooie eerste stap is. Ik zou willen zeggen dat er reden is voor optimisme. Maar als ik dan in herinnering roep wat we van Russische zijde hoorden voor de invasie, namelijk dat er alleen maar sprake was van een oefening, dat er geen sprake zou zijn van een invasie, dan denk ik dat we ook bij dit soort woorden echt eerst zelf moeten kunnen constateren dat het ook daadwerkelijk gebeurt voordat we er al te veel waarde aan hechten. Waarmee ik niet zeg, niets wil afdoen aan het belang van die onderhandelingen. Volledig aansluit bij wat daar zo net over is gezegd. Maar we zien het nog niet. Dus, op de vraag van mevrouw Kamminga, is het een kantelpunt? Durf ik absoluut nog geen ja te zeggen. Vanuit Defensie monitoren we natuurlijk heel goed de ontwikkelingen die daar gebeuren. En mocht het wel zo zijn, dan zullen we dat signaleren en dan zal ik dat ook zeggen. We zien dat de beschietingen van Oekraïnse steden gewoon doorgaan. Dan heb je het over Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkov, Mykolaiv. Dat gaat eigenlijk constant door. En de meest vreselijke beelden en de moeilijkste situatie, die zie je natuurlijk in de Mariupol. Er zijn eigenlijk geen woorden voor om te beschrijven hoe de humanitaire situatie daar inmiddels moet zijn. En die verslechtert eigenlijk verder en ook ondanks de pogingen om humanitaire veiligheidscorridors te organiseren, kunnen we constateren dat die maar beperkt succes hebben. Voorzitter, dat wat gevraagd is, wat ik kwijt kan over de militaire situatie en de oorlog zelf. Dan de voordat kwestie die verder gaat, is een vraag van mevrouw Agnes Mulder, CDA. Ja, voorzitter, want ik krijg een beetje de indruk dat misschien alle internationale hulporganisaties niet goed zichtbaar zijn daar. Dat kan natuurlijk zijn dat ze überhaupt niet worden toegelaten, hè, door de beide partijen. Maar hoe kijkt nou de minister daarnaar en wat kan het kabinet eraan doen om die toegang van die internationale hulporganisaties wel mee mogelijk te maken? De minister. Ja, voorzitter, daar kunnen we natuurlijk de internationale organisaties in steunen. Daar kunnen we oproepen toe doen. In militaire zin kunnen we daar natuurlijk helaas geen bijdrage aan leveren. Maar we kunnen natuurlijk wel het belang ervan blijven benadrukken. In alle gremia waar dat aan de orde is. Deze organisaties die hebben natuurlijk in hoge mate zelf wel hele relevante ervaring over hoe je in oorlogssituaties toch de mensen kunt bereiken, de humanitaire hulp kunt verlenen. Maar laten we eerlijk zijn, dat is hier op sommige plekken vrijwel onmogelijk en dat is schrijnend. Mevrouw Ploemen, PvdA. Ja, voorzitter. Even een aanvulling op de vraag van collega Mulder. Eens met de minister en haar waarnemingen. Wat ik aan haar zou vragen, we treden misschien een beetje buiten uw terrein, maar het is een prangende kwestie natuurlijk. Wat ik haar zou willen vragen, wat is de rol die de Verenigde Naties kan spelen bij het waarborgen van die toegang? Want het komt mij voor dat ze daar
in ieder geval niet een rol hebben die zichtbaar is voor ons. Dat hoeft ook niet per se. Maar ik zou bij het kabinet willen aandringen om ook die optie wel steeds te blijven bevorderen als dat nodig is. De minister. Ja, ik begrijp de vraag heel goed. Ik neem hem graag ook mee. En ik wil mij nu niet wagen aan een inhoudelijk antwoord. Met het risico namelijk dat ik niet een volledig antwoord geef. Maar ik zal het punt overbrengen en meenemen. Ja, voorzitter, aangezien we toch vanavond later verder gaan, zeg ik ook maar even namens mevrouw Mulder, zou het goed zijn om daar wel meer over te horen. Prima. Ja. Nee, zal ik voor zorgen. De vragen die gesteld zijn over de hulp die we kunnen verlenen. We hebben de oproep natuurlijk gehoord van president Zelensky. En niet alleen vandaag, maar ook daarvoor. En ook in de contacten die we daarover hebben met de Oekraïners. Dus het is duidelijk waar Zelensky om vraagt, waar Oekraïne om vraagt. En we proberen daar dus zo goed mogelijk gehoor aan te geven. En ik heb uw vragen daarover gehoord, mevrouw Mulder, mevrouw Kamminga, de heer Seder, de heer Dassen en ik denk ook anderen. En ik ga proberen antwoorden te geven, maar de Kamer weet ook dat het kabinet al vrij snel na de invasie heeft besloten in het openbaar geen details te geven over de aard van de militaire steun. Dat de Kamer daar vertrouwelijk over wordt geïnformeerd. En dan gaat het over het type wapensystemen en militaire goederen die we leveren aan Oekraïne. Dit is een besluit dat wij zelf hebben genomen, maar vele landen hebben besloten op die manier ermee om te gaan. Omdat het ook operationele risico's met zich meebrengt als je er wel in het openbaar over communiceert. En dat we bovendien Oekraïne ook niet helpen op het moment dat zo duidelijk is, ook voor Rusland, wat er geleverd wordt. En ik ben me heel erg van bewust dat sommige landen andere afwegingen maken. En overigens is dat ook wel weer alleszins begrijpelijk. Maar wat ik wel kan zeggen, en ik weet dat onder andere de heer Van Dijk, maar ook anderen daar eerder ook naar hebben geïnformeerd, dat we op dit moment al voor meer dan 50 miljoen euro aan militaire goederen hebben geleverd uit de eigen voorraad. Dat de teller nog loopt, hè, met andere woorden, wij zijn nog steeds bezig met leveringen. Het zijn overigens, maar dat is echt een voetnoot even, maar ik wil het voor de volledigheid zeggen, als ik het heb over dat bedrag van meer dan 50 miljoen, dan gaat het over de boekwaarde van de spullen, niet over eventuele vervangingswaarde, want ik vrees dat dat inmiddels allemaal een stuk duurder is geworden. Ja. Maar dat is niet zo relevant, maar ik wil de Kamer dat niet onthouden. Dus met andere woorden, we leveren. We kijken daarbij natuurlijk waar kunnen we het ook missen. Maar we proberen wel een afweging te maken die echt heel, heel kritisch is. Hè. Dus als het enigszins kan, dan leveren we het. Dan kan ik ook nog zeggen dat als we het nou niet zelf hebben, dat dus wordt ook wel eens gevraagd over goederen die we niet zelf op voorraad hebben, dan kun je het soms ook aankopen. Dus dat is ook een route die we bewandelen. En het derde wat ik erover wil zeggen is dat er natuurlijk ook internationaal overleg is. Hè. Dus wij overleggen gewoon met onze internationale partners om te zien wat we meer samen kunnen doen. Dan gaat het natuurlijk ook over de logistiek, maar het gaat over wie kan eigenlijk ook wat doen, hoe kunnen we het verwerven en hoe leveren we het. Dus dat is inmiddels een samenspel geworden dat op zichzelf goed werkt. En dat is ook belangrijk, want precies zoals president Zelensky dat aangaf, het geven van die hulp, dat is cruciaal. Voorzitter, in deze context waren er nog een paar vragen. Ik hoop dus dat ik de vragen over de wapens heb beantwoord. En dan wou ik overgaan naar een aantal andere vragen. Nog vraag van de heer Sjoerdsma, D66. Ja, voorzitter, heel kort. Omdat ik denk dat president Zelensky niet van niets zei dat wij in sommige onderdelen leidend zijn in de steun. En ik begrijp heel goed dat de minister zegt, we kunnen niet ingaan op wat we leveren, maar de vraag die daar pregnant werd gesteld is, stuur meer. Hè? Stuur meer wapens. En volgens mij heeft de minister dat gezegd, maar toch even voor de zekerheid, of de minister dat ook echt daadwerkelijk zegt, dat Nederland doorgaat en ook meer wapens zal sturen dan we al hebben gedaan. De minister, het antwoord daarop is ja. Ja. Voorzitter, dan nog een paar specifieke... Ja, voordat u verder gaat, excuus, de heer Dassenvold. Ja. Die komt van iets verder namelijk. Ja. Ik vroeg me af van, als ik het minister net goed begreep, dan is er nu voor 50 miljoen aan wapens geleverd. Heeft het kabinet een richting voor zichzelf van hoeveel zij daar uiteindelijk aan uit wil gaan geven? Want er wordt duidelijk om meer gevraagd. U geeft net ook aan, of de minister geeft net aan, dat
dat ook ingekocht kan worden. Hoe kijkt het kabinet daarna? Want er is natuurlijk nog veel meer mogelijk als daar een groot bedrag tegenover staat. De minister. Ja, voorzitter, voor ons is echt leidend de verzoeken die we krijgen uit Oekraïne. De vraag of wij als Nederland ook in staat zijn op die verzoeken in te gaan. Dus de verzoeken zijn heel concreet. Of wij in staat zijn daarop in te gaan en hoe. Dus met andere woorden, is het iets wat we hebben en inderdaad ook kunnen overdragen aan Oekraïne? Is het iets wat we kunnen aanschaffen of iets wat we in overleg met bondgenoten op een andere manier daar kunnen krijgen? Dus voor ons is niet leidend wat we budgetair daarvoor beschikbaar hebben. Het is wel zo dat we vanaf het moment dat ook de Europese middelen werden ingezet, dat we dat ook betrekken bij de financiering van de goederen. De heer Dassen. Oké, voorzitter, dat is goed om te horen dat dat niet leidend is en dat daar dus gewoon meer ruimte voor is en dat het kabinet daar meer ruimte voor maakt. Is daar wel, wordt daar naar gekeken hoeveel ruimte er wordt genomen of wordt daar helemaal geen rekening mee gehouden? En wat er aan Oekraïne wordt geleverd, zijn dat ook uiteindelijk giften? De minister. Wat er aan Oekraïne wordt geleverd, dat zijn inderdaad giften. Volgens mij hebben we dat ook in de Kamerbrief opgenomen. Dus wij schenken het aan Oekraïne, er komt niks voor terug. En de enige vraag die wij onszelf steeds stellen, maar dat wordt natuurlijk netjes aan kabinetszijde geadministreerd, zal ik maar zeggen, is het financieren wij het zelf? En zo ja, uit welk fonds wordt dat dan betaald? Of uit welke middelen, moet ik zeggen, wordt dat dan betaald? Of is dit iets wat past binnen de criteria van de middelen die Europees beschikbaar zijn gesteld? Dus dat zijn de twee manieren om deze schenkingen van militair materieel te financieren. Voorzitter, dan... Een vraag van de heer Kuzu van Denk, die vroeg nog naar de mogelijkheid om bij te dragen aan het beschermen van burgers tegen luchtaanvallen. En als ik hem goed begreep, dan ging het vooral over het beschermen van Oekraïnse burgers tegen luchtaanvallen. Dus in Oekraïne zelf. En dat is natuurlijk het debat wat hier ook vaker is gevoerd. De verzoeken die eerder zijn gekomen over het instellen van een no-fly zone, dat is iets waarvan de NAVO heeft gezegd dat kunnen we niet doen zonder dat we zelf ook onderdeel worden van het conflict. En dat heeft in potentie zeer vergaande gevolgen. Dus dat kan niet. Hè. Alles wat ertoe leidt dat de NAVO actief wordt in Oekraïne, dat is, dan word je rechtstreeks partij. Maar wat wel kan, is het leveren van militaire goederen die Oekraïne in staat stellen om zich daar tegen te verdedigen. Dus dat is de manier waarop wij een bijdrage kunnen leveren aan het beschermen van burgers. Ja, dan waren er nog een paar vragen voordat ik volgens mij alweer door de teksten heen ben. De SGP, de heer Van der Staaij, die zei van naast wat wij doen om Oekraïne te steunen, moeten we misschien ook onze eigen defensie-inspanningen vergroten. En het is natuurlijk zo, we steunen Oekraïne, we doen wat de NAVO ook van ons vraagt. We denken trouwens natuurlijk ook mee met de NAVO, wat verstandig is. We hebben in Europees verband ook stappen gezet als het gaat over defensie en veiligheid. En het kabinet is zich zeer bewust van het feit dat de Kamer daar ook om heeft gevraagd. Er is een motie Sjoerdsma. Naar aanleiding van de motie Sjoerdsma heeft het kabinet gezegd, we moeten kijken of we bovenop datgene wat al vanuit het coalitieakkoord is bij het begin van dit kabinet aan investeringsmiddelen beschikbaar is gesteld. 3 miljard structureel, 10,7 miljard voor deze kabinetsperiode. Of we nog verdere stappen kunnen zetten. En we vinden het relevant, natuurlijk naast de motie die hier is aangenomen, die werken we uit. Zullen ook met voorstellen komen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk wat je ook ziet in andere, met name Europese landen en niet onbelangrijk. Bij onze buren, de Duitsers, die natuurlijk een forse stap hebben gezet. En gewoon de 2% gaan doen van de NAVO. Dus eigenlijk is het antwoord ja, wij vinden ook dat we onze defensie-inspanningen moeten verhogen. Niet zozeer omdat we denken dat dat nu bijdraagt aan de oorlog in Oekraïne. Maar omdat we op termijn willen dat we in het kader van de NAVO, in het kader van de Europese Unie, de defensie helemaal op orde gaan krijgen. Dat gaat natuurlijk tijd kosten, maar het is wel heel belangrijk om het te doen. Het langdurig commitment, dat vroeg de heer Sjoerdsma, dat ging ook over de NAVO. Dat ging eigenlijk over de verdediging van de Oostflank. En de versterking met name van de Oostflank. Nou, wij zijn daar natuurlijk actief in. De heer Sjoerdsma heeft gelijk, dat zijn in principe vooralsnog tijdelijke bijdragen. Zo is ook EFP in Litouwen gestart.
zit er al 5 jaar. Zo hebben we nu een toezegging voor het luchtruim Bulgarije. Dat is in principe tijdelijk. Hè. Dat zijn F-35's die daar voor 2 maanden gaan vliegen. In samenwerking met anderen. De Patriots, Slowakije, is in principe ook tijdelijke inzet. Ik denk dat dat op zich goed is, want daardoor kun je heel snel schakelen. Ja, dus we kunnen ontzettend snel, we vlogen al binnen 1,5 uur, 2 uur na de invasie. Ja, toen ging de eerste F-35 al de lucht in. De toezeggingen voor Bulgarije en Slowakije zijn ook snel gegaan. En de ontplooiing is zeer binnenkort, begin april. En hoe je dat dan daarna met de NAVO wilt volhouden, daar kan je dan nog afspraken over maken. Maar de eerste stap is gezet. De NAVO beraadt zich ook op de lange termijn strategie. Daar zal in verschillende vergaderingen van de minister van Buitenlandse Zaken, minister van Defensie en uiteindelijk ook op de NAVO-top zal er een besluit moeten worden genomen over hoe zien we dit op de iets langere termijn. De heer Sjoerdsma. Ja, voorzitter, dat snap ik ook. En mij is de termijn in zekere zin ook om het even. Waren het niet dat Slowakije bijvoorbeeld heeft aangegeven bereid te zijn om toch redelijk geavanceerde Russische S-300-systemen te leveren aan de Oekraïne, als de NAVO bereid zou zijn om op wat langere termijn dat strategische gat in de luchtverdediging op te lossen. En zonder dat we daar nou voor uitlopen op allerlei besluitvorming, zou mijn vraag zijn aan het kabinet of het kabinet in principe bereid is om daar niet alleen op korte termijn naar te kijken, maar ook die langere termijn commitment, hetzij vanuit Nederland, hetzij met andere bondgenoten, op tafel te leggen, zodat Oekraïne de beschikking krijgt over materiaal waarmee je eigenlijk met een beetje geluk het ook heel moeilijk kan maken voor Russische vliegtuigen om daar huis te houden. Minister. Ja, ik vind het een heel belangrijk punt wat de heer Sjoerdsma maakt. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om te zeggen, daar moet inderdaad de NAVO in zijn totaliteit, hè, moet daar een plan voor hebben, een strategie voor hebben. Dus de stap die nu gezet wordt door Duitsland en Nederland samen om snel daar die Patriot-eenheden te ontplooien is de eerste stap. De tweede vraag hoort erbij, wil je dat ook op langere termijn? En hoe gaan we dat dan met elkaar volhouden? En dan moet je inderdaad de bondgenoten onderling kijken hoe je dat borgt. Als Nederland, als wij daar een bijdrage in kunnen leveren, dat is zeker een optie. Maar we moeten gewoon even kijken naar onze we moeten even een totaalafweging maken of Nederland dat kan en moet zijn, of dat er wellicht andere bondgenoten zijn die daarin stappen. En dan vervolgens is het natuurlijk aan Slowakije. Want ik kan natuurlijk niet voor hen besluiten wat zij met hun eigen materieel doen. Ja, voorzitter, ik hoop dat ik daarmee de vragen grotendeels heb beantwoord en daarmee ook recht heb gedaan, denk ik, aan de aanmoediging die we vanochtend kregen van president Zelensky om ons te blijven richten op wat wij kunnen doen. En ik was gisteren in Leeuwarden bij een grote NAVO-oefening, Frisian Flag heet die, dat zijn een vliegoefening is dat, waar we met een flink aantal partners die gezamenlijke inzet oefenen. En toen zei ook een van de vliegers, die zei, het is heel belangrijk dat wij, en dan had het dan over die verschillende landen die daar zijn nu met hun vliegtuigen, dat wij elkaar niet pas tijdens een conflict tegenkomen, maar dat wij samen oefenen. Dat wij daardoor weten dat we klaar zijn voor die inzet. En toen dacht ik, ja, dat is nou precies waar het om gaat. En het lijkt me ook passend om hier ook mijn dank uit te spreken aan die militairen die inderdaad, zoals ik net zei, 1,5 uur na de inval de lucht in gingen. En al die anderen die klaarstaan dag en nacht om hun taak in het kader van onze veiligheid uit te oefenen. Voorzitter, als u het goed vindt, heb ik nog een tweetal moties. Ja, heel graag als u appreciatie kunt geven. Zeker. Dat zijn motie 5 en 6. Motie 5 van de heer Van Haga, die verzoekt de regering waardering uit te spreken voor Zelensky. Maar dat doen we natuurlijk graag. Ik denk dat we dat vandaag ook duidelijk hebben laten weten. Maar hij zegt ook dat die neutrale positie, dat we daar ook steun voor zouden moeten uitspreken. En dat gaat het kabinet toch echt te ver. Want er is een oorlog gaande. Er is ook een onderhandelingsproces gaande. Maar het al dan niet afzien van NAVO-lidmaatschap, of de aanvraag daarvan, dat is echt niet aan ons. Het is niet aan de orde. Het is niet aan ons om er een oordeel over te vellen. Dus om die reden ontraadt het kabinet deze motie, voorzitter. Tweede motie is motie 6 van de heer Van Haga. Motie 6 verzoekt de regering om NAVO-leden op te roepen escalerende taal te vermijden. Ik koppel deze motie ook aan de uitspraak van de heer Van Haga in zijn eerste termijn, waarin hij eigenlijk ook zei dat hij vond dat het kabinet ook escalerende taal bezigde in relatie tot de oorlog in Oekraïne. Dat vindt het kabinet niet.
En om die reden wil ik echt de motie ontraden. Wij willen natuurlijk dat er wordt gedeescaleerd. We willen ons ook heel duidelijk kunnen uitspreken over hoe wij de inval van Rusland beoordelen. Dank u wel. Nog een vraag van de heer Jasper van Dijk, SP. Ja, een beetje een ordepuntje, want ik heb die moties niet. En wanneer gaan we erover stemmen? Want dan kan ik deze beoordeling daar rustig bij pakken. Ik heb volgende het nu week allemaal dinsdag niet. Gaan we erover stemmen. Dan hebben we nog even tijd. Zo is dat. Dan wil ik de minister van Defensie van harte danken voor haar aanwezigheid en beantwoording. Ik ga ervan uit, kijk ook even naar de Kamer, dat de minister van Defensie vanavond niet meer aanwezig hoeft te zijn bij het debat. Behalve als de minister dat wil. Ja, dus dan heeft zij in ieder geval van de Kamer permissie om er vanavond niet bij aanwezig te zijn. Dan schors ik de vergadering voor 10 minuten. En dan gaan we van start met het debat over de stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan. Ik schors de vergadering tot 3:30.